Hoi, ik ben Nikki Trip van Stem op een Jongere en vandaag zijn we in de Tweede Kamer om interviews te doen met Tweede Kamerleden voor Kieswijzer de podcast. Ja, hallo allemaal, het is je razende reporter in de Tweede Kamer en ik sta hier met Ines Kotsies, nummer 2 van Partij voor de Dieren. Allereerst, ben jij voor of van de dieren? Voor de dieren. Oké. En ook een beetje van de dieren, want mensen zijn ook dieren. Ook waar, ook waar. Nee, dat is goed. Dit is meteen duidelijk. En nog even iets wat wilde ophelderen. Waarom heeft jullie partijprogramma geen voorkant? Heeft onze partijprogramma geen voorkant? Nee, heeft geen duidelijke voorkant, geen mooie foto van lijsttrekker. Dat is een oude versie. We zijn nog heel druk bezig met alles op te loaden. Ook in gebarentaal. En, dat komt er nog aan. Die versies komen er nog aan, deze week als het goed is. Oké, top. Iets dichter nabij. Maar dat is goed om te weten dat misschien nog een mooie voorkant van het partijprogramma komt eraan. Maar zij willen zeggen dat je dan iets meer van de inhoud bent dan dat de vorm bij Partij voor de Dieren? Absoluut, we zijn heel erg van de inhoud. Mooi. Dat is mooi, want wij zijn hier eigenlijk ook voor de inhoud. Namelijk, als razende reporter mag ik een razende quiz met jou afnemen. En we gaan eens even testen hoe het er allemaal voor staat. Ik ben namelijk benieuwd, in welk verkiezingsprogramma staat dat trajectcontroles afgeschaft moeten worden? Is dat de VVD? Is dat jouw partij? Of is dat de FVD? Trajectcontroles op snelweg afgeschaft worden. Mag een eerste ingeving zijn. VVD. Nee, is FVD. Maar jullie hebben het er in ieder geval niet in staan. Nee. En in welk verkiezingsprogramma staat dat de verkoop van sigarettenfilters afgeschaft moet worden? Is dat de BBB, CDA of is dat Partij voor de Dieren? Verkoop van sigarettenfilters. Filters. Dat is iets van de... Ja? Oh shit. Nee, CDA? Dat maakt niet uit. Nee, het is van jullie. Ja, jullie zijn daar tegen, dus dan weet je dat ook. Ja, dat weet ik ook wel. Ja, ja. Nee, dat maakt niet uit. En in het verkiezingsprogramma hebben we ook ergens gespot het eigen risico afschaffen voor de zorgverzekeringen. Ja. Was dat bij GroenLinks PvdA, bij de PVV of was dat Partij voor de Dieren? Eigen risico. Ja, het eigen risico voor de zorgverzekering, dat geld wat je moet betalen, dat afgeschaft wordt. Partij voor de Dieren. Nou maar het was uiteraard een sneaky vraag, want het is bij alle drie. Ja, dus er zijn wel meer partijen die dat willen, dus misschien is dat wel iets waar jullie straks elkaar weer op kunnen vinden. Absoluut. Wat die samenwerking zoeken we altijd op. Dat is denk ik heel erg mooi. En we zijn ook nog benieuwd in welk verkiezingsprogramma stond er dat de rente op de studieschuld, die studenten nu hebben opgebouwd, de pechgeneratie ook wel, dat die naar 0% moet of 0% dat moet blijven. Mm-hmm. Is dat Partij voor de Dieren? Is dat VVD? Of is dat GroenLinks PvdA? Nou, dat vinden wij ook. Ik weet niet of het precies zo staat. Dus ik zeg gewoon Partij voor de Dieren. Maar, dat is goed. Nou, en daar danken wij jullie voor. En ook nog in het verkiezingsprogramma heeft er een partij gezegd dat ze zich hard maken voor een rechtvaardige compensatie van die pechgeneratie. Met €10.000 die ze willen geven aan iedereen van die pechgeneratie. Is dat Volt die dat heeft gezegd? Is het Partij voor de Dieren of is het de BBB? Volt. Heel goed, zeker. Nice. En als laatste waren we nog benieuwd. Willen jullie het Koningshuis afschaffen, ja of nee? Nou, dat amendement moet nog worden gemaakt. Maar voorlopig staat nog niet in ons verkiezingsprogramma. Oké, dus het is moderniseren wat jullie nu gaan doen volgens mij. Nou ja, zoveel mogelijk beperken. Ja. En het subsidie dat de koning nu krijgt om onder andere te jagen, dat soort dingen, dat moeten we afschaffen. Mag wat jullie betreft uit. Dieren doden is nooit goed. En helemaal niet als je geld voor krijgt. Dat kan ik me voorstellen. Oké, en dan naast deze razende quiz vroeg ik me ook nog af, wat vind jij het pareltje uit jullie verkiezingsprogramma? Waarvan je denkt, dat is toch zo'n mooi idee wat wij bedacht hebben? Wat je zelf misschien bedacht hebt? Ja, ik denk dat onze standpunt als het gaat om de klimaat- en natuurcrisis in samenhang aanpakken. Dus ervoor zorgen dat als je de klimaatcrisis aanpakt, bijvoorbeeld door ergens windmolens neer te zetten, dat je ook ervoor moet zorgen dat de ecologie, dus de natuur, niet wordt geschaad. En dat is eigenlijk wat alle andere partijen vergeten. En het is puur in lijn met de wetenschap, die zegt dat ook. Van let erop dat je de ene crisis niet verergert met klimaatmaatregelen. Ja. Eigenlijk is de Partij voor de Dieren de enige die daarop let. En ook de meest vergaande maatregelen heeft om er gewoon voor te zorgen dat we straks voortbestaanszekerheid hebben. Dat betekent dat we straks gewoon er mogen zijn op deze aarde. Dat we een toekomst hebben. Zelfs in 2100 nog, dat we er gewoon nog kunnen zijn met z'n allen. Ja, en ook heel een heden hebben voor heel veel mensen in andere delen van de wereld. Die hebben nu al te maken met de grote gevolgen van de natuur- en klimaatcrisis. Ja. En wij zijn eigenlijk de enige partij die doet
wat wetenschap zegt wat nodig is om dat zoveel mogelijk tegen te houden. Nou, dat klinkt inderdaad wel als een pareltje. En heb je ook nog iets uit een ander partijprogramma waar je een beetje jaloers op bent? En je denkt, dat pareltje had ik ook wel willen hebben? Nou, persoonlijk, want dit is niet het partijstandpunt, maar het afschaffen van de monarchie vind ik wel een mooie. Daar zou je nog wel over willen verder praten. Ja, zeker. Oké. En is er nog iets waarvan je denkt, dit was heel moeilijk om in het partijprogramma te krijgen, maar ik ben blij dat het erin staat? Wat was intern een beetje lastig? Kun je iets juicies met ons delen? Juicies. nee, eigenlijk niet. Het mooie is, we hebben 4 uitgangspunten. Ja. Waaronder de duurzaamheid en mededogen. Dus gewoon een beetje lief zijn voor elkaar. En elke keer als we een discussie hebben, dan brengen we die op tafel. En dan denken we, oh ja, dat is eigenlijk wel logisch. Dus het gaat wonder boven wonder, gaat bijna altijd heel soepel. Dus dingen in het programma krijgen, dat... Dat was niet zo moeilijk eigenlijk. Nou, dat is eigenlijk ook wel heel mooi dat het met liefde gewoon wordt opgelost. En dat er daarom minder juicy vechtscheidingen zijn en problemen binnen de partijen over welk standpunt erin moet komen. Ja. Goed om te horen. Dankjewel. En we zien je misschien wel terug in de Kamer. Dankjewel. Ja, zeker. Dankjewel.